Nou, wel spannend. Het was vanmorgen wel even zenuwachtig, maar toen ik hier kwam was toen mijn zenuwen voorbij. Ja, hoe merkte je dat je zenuwachtig was? Nou, dat ik vrij snel in de buurt, dat ik wakker werd en ik is vandaag wel de 11e. Dacht ik bij mezelf, ik ga toch maar eens kijken of ik mijn zenuwen weg kunnen toveren, maar het is toch gelukt. Was je eigenlijk zenuwachtig voor deze wedstrijd? Ja, stiekem wel een beetje, hè. Ik had eerst even de boot gecheckt, want even kijken of hij mijn boot niet vol water had laten lopen. Dus ik dacht eerst even checken, maar dat was oké. Dus ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten. En ik denk straks wordt hij eraf gevaren. Dus ik had wel een beetje zenuwachtig, ja. Ik heb een geestelijk handicap. Verstandelijke beperking. Ik kan één ding niet doen. Dat is geen autorijbers examen doen. Maar ik ben wel voor mijn vaarwijsspeling geslaagd. In 2006. Ja, dit was wel heel erg gaaf. Erg leuk. Ja, er stond wel genoeg wind en behoorlijk vlagerig. Dus Joost heeft denk ik even het watertemperatuur getest. Dus koud, maar ja, leuk. Was leuk om te doen. Ja, ik ging bijna het water in, maar ik ben toch via over de zijkant van de zeilboot ben ik overgestapt, op de zwart gaan zitten. Toen kwam de boot overrent. Schrok je toen? Nee, dat niet. Maar ik was gewoon positief bezig om de boot weer overrent te krijgen. Eigenlijk is de sport best wel goed geregeld voor beide partijen. Alleen sporten we nooit samen. Hè? Ja, en je kijkt hoe leuk was het vandaag om gewoon ook een keer samen te sporten. Dus volgens mij in ieder geval is ons missie heel geslaagd. En volgens mij staan er ook nog een paar leuke missies op het programma. Echt geweldig. Je wist ik kan al kippenvel worden, hè? Dat wist je niet, hè? Dat wist ik van gisteren al.